Het is zwaar, valt enorm tegen. Wel vaker meegedaan, maar nog niet zo zwaar als deze keer. Het was een editie om nooit te vergeten. De Wampex 2017 in Vledder. 30 kilometer lopen, fietsen, de weg zoeken en zware obstakels overwinnen. Ja, het gaat goed. Het is alleen wel erg zwaar dit jaar. Waarom? Nou, de combinatie van en fietsen en lopen, dat is voor het leuke is het net even te veel. We zijn om 8 uur gisteravond vertrokken. Het is nu 7:30, dan ben je al een poosje bezig. Ja, wij streven er altijd naar om binnen 12 uur binnen te zijn, maar dat gaan we nu niet redden, want we moeten nog zoveel opdrachten doen, dat gaat niet lukken. Ja, het was een beetje instabiel. Ik dacht dat het wel ging, maar het was toch een beetje instabiel. Maar goed, het is goed afgelopen, we zijn nog droog, dus de laatste hindernis ging wel goed. Ja. En de rest? De rest is zeer zwaar. De tocht is zeer zwaar. Ja. En waarom? Het is nat, het is veel lopen, veel denken, alles bij elkaar, vermoeidheid. Maar voor de rest gaat het wel lekker. Nog een klein stukje en dan zijn we erover. Heb je al vaker meegedaan? Nee, het is mijn eerste keer. Oké, nou denk je van dit nooit meer? Ah, volgend jaar misschien wel weer. En waar de een fluitend van obstakel naar obstakel gaat, is de ander de weg kwijt. Komen wij zo die kant op? Ja, hoi. Wat was er nou aan de hand? Nou, er is een groep die is in Ekingezand. Die is met de kompasroute zijn ze compleet verdwaald. Dus we moeten ze daar even bij helpen, want anders komt dat niet goed natuurlijk. Dus ophalen? Ja, dat wordt ophalen, dat kan niet anders. Hoe was het? Verrassend. Ja. Jullie moeten opgeven, ja. Hè? Nou, we geven niet makkelijk op, maar het is niet verstandig om te laat thuis te komen. We zijn al 14 uur onderweg bijna, dus dat is goed zo, denk ik. Jullie waren de weg een beetje kwijt, hè? Nou, we waren de weg niet kwijt, maar we waren niet helemaal in overeenstemming met de kaarten die we aan het bestuderen waren. Dus ja, zo gaat het. Sommigen konden wel meer in overeenstemming met de kaart handelen en bereikten de finish. Het zijn de laatste krachten dit, hè? Ja, dat is inderdaad. Het valt mij nog wel mee, hoor. Het valt mij nog wel mee. Jullie zien er nog redelijk fris uit. Ja, het was wel zwaar. Vooral het fietsen was wel zwaar. Ja. Jullie hebben het gehaald. Jullie zijn er. Ja. Gelukkig wel, ja. Op naar volgend jaar. Ja, precies. Op naar volgend jaar. Is er even niet. Dan, ja,